De Rekenkamer van Suriname hield vandaag een persconferentie over het jaarverslag 2018 dat recent is gepresenteerd aan het parlement. De media had de gelegenheid vragen te stellen over het rapport. Daarnaast heeft de Rekenkamer aangekondigd beter te willen communiceren met haar belanghebbenden, zoals het parlement, de regering, de media en andere controlerende overheidsinstituten. Tijdens de persconferentie vertelde de voorzitter van de Rekenkamer, Germaine Velter, dat de Rekenkamer nog niet in staat is om het financieel beleid van elke overheidsinstituut te controleren. We zijn in principe nog niet waar we er moeten zijn. En over 2017 kan ik jammer genoeg nog geen antwoord daarop geven. Wat ik wel kan mededelen is dat van de 16 ministeries, als ik het zo uit het hoofd even moet checken, dat er misschien maar 6 of 7 ministeries hebben gereageerd op het schrijven van de Rekenkamer in zaken de begrotingsrekening van 2016. Waarom praten we over een review? Klat heeft wat voorwerk verricht op de begroting van 2016. En de Rekenkamer heeft daarvan gebruik gemaakt om terug te koppelen en te verifiëren. En ook haar eigen kanttekeningen te plaatsen en onder de aandacht te brengen van de ministeries. Waar we naartoe willen werken is dat wanneer de cijfers van het dienstjaar 2017 binnen zijn, dat we een 100% respons ontvangen van alle ministeries. In ons verslag kunt u dan even nadrukken welke ministeries exact hebben gereageerd op de kanttekeningen en vragen, verduidelijkingen gevraagd door de Kamer. De Rekenkamer heeft de afgelopen periode ontzettend hard gewerkt aan institutionele versterking, vertelt Velter verder. Vooral de interne coaching van medewerkers stond hoog op de agenda. Zo is het de Rekenkamer gelukt om kwalitatief beter werk te leveren. Wat we in de toekomst, nabije toekomst, uiteenzetten is een traject waar we juist de mensen naar binnen halen en het team gaan coachen of do it, learn the job by doing it in huis en dat de know-how, knowledge binnen blijft binnen de Rekenkamer, zodat we het team kunnen hebben om het werk uit te voeren. Dat is wat we hebben gedaan. De nieuwe werkmethode, dat wil ik gewoon met u delen, hebben we ook kunnen uitvoeren middels middelen van een donor, in dit geval de Inter-American Development Bank, waar onze mensen in huis zijn gecoacht hoe te werk moeten gaan met de nieuwe methode volgens de internationale standaard. Wij hebben na onze periode geconstateerd dat dit een van de meest efficiënte werkwijze is dan individuele mensen sturen naar het buitenland voor een training, want dan heb je 1 persoon getraind. Maar door deze methode toe te passen heb je na 1-2 jaren, door coaching van internationale consultants op het gebied van Rekenkamer, heb je een beter team om zich van haar qua taak te kwijten wat bij de Kamer hoort. Voorzitter van de Rekenkamer, Germaine Velter, vandaag tijdens een persconferentie over het jaarverslag.